Hij was zijn sleutel vergeten, dus het is weer terug naar Leeuwarden, haar sleutel halen. Hier is het bos. Ja, alles en daar is het IJsselmeer. Gisteren lukte het niet, was ineens mijn wachtwoorden waren weg. Je mag wel mee, schat. Ja, je mag wel mee. Echt wel. Laat jou niet alleen. Hé? Hey. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke Talsma, vloggende 50-plusser. Het is 9:30 en we gaan zo meteen richting Leeuwarden. Want we gaan Celine verhuizen. Die gaat naar een klein dorpje. En we staan al in de startblokken. En Romke denkt dat hij niet mee mag. Die doet heel zielig nu. Maar die mag wel mee, dus... Dat gaan we doen. Ik weet niet of ik veel ga filmen. Denk het niet. Er zijn allemaal mensen bij die niet op de film willen. En het wachten is op Celine. Want die was hier al. En die was haar sleutel vergeten. Dus die is weer terug naar Leeuwarden haar sleutel halen. Dus wij wachten hier eventjes. Dit is haar huisje. De tafel staat er al, die is gisteren al met een vriend overgebracht. Dus, even zin in koffie. Goedemorgen, zondag vandaag. De zon schijnt. Maar het heeft wel gehageld. Het is, ik weet niet wat het wordt vandaag. We gaan straks even naar Warns toe. Even bij de boot kijken. Eens kijken hoe ver die man is die ons houtwerk van binnen zou verven. Nou, gisteren Celine natuurlijk verhuisd. Wij zijn tot 4:30 gebleven. En wat wij hebben gedaan is klusjes. Chris heeft wat plintjes voor haar gedaan. De elektriciteit boven, dat zat heel raar en gevaarlijk. Dat heeft hij veranderd. En heeft een rolgordijntje opgehangen. En ik ben voornamelijk aan het schoonmaken geweest. Verf van de vloer afgehaald. Ze heeft er een nieuwe pakketvloer in liggen en die mensen hebben daarna gesaust en allemaal klodders op de vloer, dus daar ben ik mee bezig geweest. En wij zijn om 4:30 weggegaan en toen heeft zij nog met een vriendin en nog wat vrienden met een busje hebben ze een bank opgehaald, alleen bakker nog en nog grotere meubels overgebracht. Wij zitten in de auto, onderweg naar Warns. We rijden nu door het Gaasterland, is dit, hè? Ja, Gaasterland. En die staan allemaal van die poepige, leuke, kleine, schattige, maar ook grotere boerderijen, huizen. En het lijkt ons dus heerlijk om hier te wonen. Maar nu zijn de wegen begaan, maar stel dat het glad is in sneeuw. Tja. Maar dit is zo'n mooie omgeving. Je hebt hier bossen. En je hebt IJsselmeer vlakbij. Hoe mooi is dat? Heuvelig. Net soms net of je in de Ardennen rijdt hier. Maar het is niet. Nee. Dit is het Gaasterland. Ons kind is ook mee. Die zit hier achterin. Morels. En nu schijnt de zon even. En is alles zo mooi hier. De weilanden zijn weer groen. Maar overal staat water. Knipsalon. Er zit een kapper daar. Ah, hoe leuk is dat? Een boomkwekerij. Hier. Dit is hier. Dit zijn wat grotere huisjes. We
Als je wat ouder bent, alles gelijk vloer is. Oh, wat een prachtige paarden hier. Ik zie de IJsselmeer alweer. Ja, kopjes staan er ook hoor. Meerse klif. Oei, 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 oei. Zo mooi hier. Oh, hier is het bos. Ja, alles en daar is het IJsselmeer. Dit is Laaksum. Ik zat net ook in een weiland, zag ik al mijn herten liggen. Maar dat heb ik niet gefilmd, want het was zo koud. Ik was even snel uit de auto om te filmen hoe hoog het water stond. Maar dit is de vissershaven Laaksum. Leuk. Is het tentje ook open? Dat zou wel niet. Oh, kijk eens hoe het tekeer gaat, joh. Dit is een vluchthaventje. Wel, die pier staat onder water, ja. Zie je dat? Oh. Nou, we zijn bij de boot nu. Chris gaat even kijken. Het is zo eng. Het is een boot op droog staat en een ander op klimmen. Eng. Ik ben altijd bang dat die valt. We zijn in Balk. We zijn even bij een cafetaria geweest, een broodje gegeten. We lopen nu in Balk. Dit is de Luts, dit water. Het is maandag en ik zit in de auto. Ja, het is licht. Dus ik kan zelf weer met de auto rijden. Ik zou eigenlijk op de fiets. Maar het regende. Dus ik ben halverwege. Ik was de oprit alweer af. En toen ben ik teruggegaan en ben ik toch mijn auto gaan pakken. En het is een beetje schemerig nog. Maar het ging wel. Het was niet te fel aan mijn ogen. Dus het ging allemaal goed. Het was ook niet super druk nog. Het is ook nog maar... 7:30. Ik ga naar binnen. Ik ben weer zo lekker op de fiets. Ja, het waait niet zo hard. Het is droog. Nou, lekker. Ik heb maanden niet gefietst. Ik heb een conditie van een zieke aardappel. Meer dan een half uur fietsen. Vanmorgen had ik wind tegen en dan waaide het niet super hard, maar ik kwam toch aardig kapot aan op het werk. Dan moet je helemaal wennen. Het is maanden geweest, je nagaat dat het al maanden ook vies weer is. Ja, het is nu wel lekker. Goedemorgen, goedemiddag. Het is dinsdag vandaag. Ik loop alweer buiten met Romp en de zon schijnt. Lekker op het fietsje gegaan vanmorgen. En ik loop hier net en ik hoor iets tikken. En ik denk, nou, het begint te regenen of te hagelen. Maar er vloog een hele zwerm met meeuwen boven mij. Dus ik heb hier ergens op mijn capuchon, vermoed ik, een dikke plakkaat zitten. Dan hoop ik niet dat het ook in mijn haar zit. Want ik heb het net gewassen gisteren.
Maar ja, brengt geluk, hè, zeggen ze. Ja, goedemorgen. Het is woensdag vandaag. En ik loop lekker buiten, zonder nat te worden. Het is droog. Ik had alleen de camera mee, maar ik zet hem aan en de batterij is leeg. Dus ik film nou met mijn mobiel. Het is wat moeilijker te verstaan, denk ik, door de wind. De wind komt daar vandaan en de microfoon zit hier ergens. En net, nu ik de camera niet mee heb, is hier een pracht aan. Vogels, meeuwen, spreeuwen, mooie hele zwerm. Die zo mooi in van die bewegende wolkjes vliegen. Kijk of ik het even kan filmen. Het is vandaag donderdag. Het is 3 uur en de hond moet nodig uit. Maar die heeft geen zin. Wandelen? Lopen? Kom. Het is tijd. Nou. Ik zal eens kijken of ik scherp ben. Ik zie het niet. Ik zou... Ik zou boodschappen bestellen met de Jumbo-app. En ineens was ik niet meer ingelogd. Moest ik opnieuw mijn inlogcodes invoeren. Nou, dat is dan je wachtwoord. Je e-mailadres met een wachtwoord. Nou, ik dat doen. Wachtwoord niet bekend. Alles is weg. Werkt niet meer. Nou, dan krijg ik een mail dat ik me opnieuw in kan stellen. Denk ik, nou, doe ik dat. Werkt niet. Dus, geen boodschappen bestellen bij de Jumbo. Denk... Kan ik misschien morgenmiddag nog even laten bezorgen. Maar ja, morgenavond zijn we weg naar verjaardag. En zaterdag zijn we naar Celine weer om te klussen. Dus ik snap er niks van. Nou, Romke, kom. We gaan uit, schat. Nou, ik probeer een hond mee te krijgen. Vanmorgen scheen lekker de zon. En nu is het weer grijs buiten. Het mocht ook niet te lang duren. Een hele goede middag. Het is vandaag. Is het al middag? Ja, het is bijna 12 uur. Het is vrijdag vandaag. Ik zit in de auto, kom net uit het werk. En ik zal even de post wegbrengen van de zaak. Ik heb een hele stapel. En een paar kleine boodschapjes halen. Want het is me toch gelukt nog even de Jumbo-app ervoor te krijgen. Gisteren lukte het niet. Was ineens mijn wachtwoorden waren weg. En het lukte me niet om met die wachtwoorden weer in te loggen. Gaf hij aan dat het fout was. Ik sloeg nergens op. Maar er is een update geweest weer van iOS. Dus misschien dat daar aan ligt. Maar goed, ik ga nu eerst even een paar dingetjes verbrengen. En is het weekend. Yes. Oh, ik moet ook bloemen halen. Niet vergeten. Shit. Zo, het is inmiddels 5:45. Ik ga de boerenkool opzetten. Met een lekkere boerenkool met worst. En vanavond naar verjaardag. Dus ik ga de vlog maar afsluiten. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer je op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. Dat is helemaal gratis. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. Doei doei. Fijn weekend allemaal.